Hallo lieve kijkers, ik ben Claudia Noorte en welkom op mijn kanaal. Als jullie zelf kunnen zien heb ik een hele mooie schmink, make-up op. Ik ga naar bed, dus houd in dat ik het moet verwijderen. Want ik kan niet zo naar bed gaan, toch? Het moet echt verwijderd worden. Vandaag ga ik mijn huid reinigen met de producten van Forever Living. Forever Living producten heeft 3 skincare lijnen. Je hebt de Sonia skincare lijn, de Targeted en de Infinity skincare lijn. Ik ga nu beginnen met het reinigen van mijn gezicht. Mijn haar heb ik al in een knotje gezet, zoals je zelf kan zien. En nu ga ik mijn gezicht reinigen. Maar ga allereerst de onderste wimpers verwijderen. Die kan ik gewoon eraf trekken. En dan ga ik mijn gezicht een beetje nat maken. Nu reinig ik mijn gezicht met de gel cleanser van de Sonia skincare lijn om alle make-up resten en vuil te verwijderen van mijn gezicht. Deze gel cleanser kan je ook gebruiken om je oogmake-up en wimpers te verwijderen. In deze video gebruik ik niet specifiek één skincare lijn van Forever voor mijn reinigings- en verzorgingsritueel, maar ik maak gebruik van de verschillende producten uit de 3 verzorgingslijnen van Forever Living. Al de verzorgingsproducten van Forever Living zijn gemaakt op basis van de pure aloe vera gel. Dus er zitten geen chemicaliën in verwerkt. Dus houd in dat het puur natuur is wat heel erg goed is voor jouw huid. Je huid zal gaan stralen en glanzen. Door het gebruik van dit watte schijfje verwijder ik alle make-up resten en vuil van mijn gezicht. Met dit zachte make-up doekje dep ik mijn gezicht droog. Ik ben al klaar met het droogvegen van mijn gezicht. Nu ga ik allereerst mijn oogcreme aanbrengen. Het is van de Targeted Line. En deze oogcreme die vermindert de zichtbaarheid van donkere kringen rondom je ogen, wallen. En natuurlijk verstevigt het ook het huid rondom je ogen. En ik pak een heel klein beetje, want ik heb niet heel veel, ik heb niet heel veel nodig. Nu ga ik de Illuminating Gel aanbrengen. De Illuminating Gel van de Sonia Skincare lijn geeft je huid een hele mooie natuurlijke glans. Ik laat de Illuminating Gel ongeveer 3 tot 5 minuten goed intrekken in mijn huid voordat ik de Restoring Crème ga aanbrengen. En nu ga ik door naar mijn Infine Restoring Crème. Hygiënisch. Het zit in een mooie potje zoals je zelf kan zien. En het is ook hygiënisch verpakt. Kijk, het heeft een hele mooie handige pompje. Ik ga hierop drukken. Ja, je ziet het, hè? Het komt naar boven. En dan pak ik een klein beetje en die breng ik dan aan op mijn gezicht. Deze crème is anti-aging, dus het vermindert de zichtbaarheid van fijne rimpels en lijntjes in je gezicht. Deze crème heb ik toegevoegd aan mijn verzorgingsritueel, omdat ik al boven de 40 jaar ben. Laatste stap is het aanbrengen van mijn lippenbalsam. En deze lippenbalsam bevat jojobaolie en gestabiliseerde aloe vera gel. En het zorgt ervoor dat je lippen zacht aanvoelen, lekker glad. En het verzorgt ook je lippen. Het is een verzorgende lippenbalsem. Nu is mijn huid heel goed schoon.
Dus heel schoon. Zo, we zijn aan het einde gekomen van deze video. Jullie hebben kunnen zien hoe ik mijn huid reinig van de make-up. Al de producten die ik in deze video heb gebruikt, zet ik natuurlijk in de omschrijving van deze video. Ik hoop sowieso dat jullie het een hele leuke en leerzame video hebben gevonden. In dat geval graag duimpjes omhoog en vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. Al de producten die ik in deze video heb gebruikt zijn natuurlijk te verkrijgen via mij. Mijn shoplink van Forever Living producten zet ik sowieso ook in de omschrijving van deze video. Bedankt voor het kijken. Bye. Until next time. Doei.